Willy Schmid houdt vast en hij vat met zijn hand weg. Schara houdt die af van die. Robert de Preer krijgt van Joe Stransky, dat is François Pinaar. Wat grond te smeren. Ten Afrika gaan een strafschop krijgen als een van die Wallabies wordt die bal gevallen. David Wilson, denk ik. En Joe Stransky wat voorzichtig kijken hoe ver hij die bal kan uitschoppen. Maar die voordeel van die wind van daar is. Uitstekende laagvaart daar van Nick Farr-Jones voor Australië. Maar Tim Gavin definitief voor die bal gegaan. Dit is een interessante besluit hier van Joel Stransky. Hij heeft gewijs verleden week tegen Queensland dat hij wel in die afstand definitief die bal kan oorskoppen. En hij heeft de wind van achteraf. Dus denk ik Chris omtrent, het lijkt alsof dit een noordelijke wind is vandaag. En wel, het zal fantastisch zijn voor Zuid-Afrika als hij wel hierdie een kan oorskoppen. Dat was gisteravond hier op Ballymore, waar hij geoefend het samen met Yuri Sedwards. Het is niet zo goed gegaan zoals wat hij wou gehad had, met zijn schoppen niet. Maar meneer Gijsie Pinaar, die hulpafrichter, heeft voor hem baie waardevolle raad gegeven. En Joe Stransky heeft geluisterd, dat was duidelijk. Goede samenwerking geweest tussen de twee. Maar dat is een lange schop hier. Goede 57 meter. Zuid-Afrika is de eerste poging palen toe. Hij heeft die voordeel van die windje van achteraf. Hou duim van Zuid-Afrika. Australië 3, Zuid-Afrika nog 0. Hij treft erom in die rechtervoet. Die grensrechters hou voor hem op. Hij is wel! Ja, werkelijk waar. Hij is tussen die ballen die er die twee grensrechters heeft gemaakt. Kan je het geloven? En die Zuid-Afrikaanse vla wat omhoog schiet achter die ballen. Want Zuid-Afrika 3 punten, Australië 3 punten. President van die Zuid-Afrikaanse rugby voetbalunie.